dan 100.000 euro. En dan heb je ook elk jaar nog wel 10.000 tot 15.000 euro onderhoud. Ja. En gebeurt het ook wel dat ze allemaal meedoen? Ja, met die grotere wedstrijden proberen ze allemaal mee te doen. Ja, ja. Ja, het is maar normaal gesproken varen ze een beetje zo'n 20 mee. Ja. En dan liggen er 30 in de haven. Oké. En die daar, doet hij ook mee? Ja, die zit achter de denkbeeldige lijn. Oké, okay. Ja. Dus die gaat hier vandaan starten, dus heeft dat meer ruimte. Ja. Maar die mag niet voorbij de lijn komen die boot vormt. Mm-hmm. Startschip tussen de wal en deze wal. Ja. Te kunnen bedienen? Nou, als je dus gewoon goed twee man, maar de rechter zijn rijden dan 6 man. Ja, oké. 6 tot 7 man. Je hebt 2 man aan de fokken, je hebt een man aan het doel. Alle 2 die planken die aan de zijkant zitten, weet je wel. Dat is voor de stabiliteit. Ja. Dus je moet ook omhoog en omlaag als je overstag gaat. Dus je hebt echt wel een 6 paranden nodig, minimaal. Anders doe je niet mee. Om de snelheid van handelen.